dat je kijkt naar een nieuwe video van Tina TV. Zoals jullie misschien wel weten worden de Tina Awards dit jaar weer uitgereikt tijdens Tina Festival. Een tijdje geleden hebben jullie massaal gestemd op jullie favoriete ster in de eerste stemronde. En daar zijn 4 finalisten per categorie uitgekomen. En ik ga vandaag een aantal finalisten persoonlijk verrassen met dit goede nieuws. Ik heb er heel erg veel zin in. Heb jij er ook al veel zin in? Doe dan een duimpje omhoog. We gaan vandaag voor de 2019 duimpjes. En vergeet je natuurlijk ook niet alvast te abonneren op Tina TV. Dan gaan we beginnen. Oké, we zijn nu onderweg naar de eerste finalist uit de categorie Tofste YouTube-held. En dit is eigenlijk niet één finalist, dit zijn er meerdere. Het is een hele familie met 2 hele schattige kinderen. Weet jij over wie ik het heb? Laat dat dan alvast even weten in de comments. Het is dus de familie Lacap en we gaan ze even wakker maken, want het is nog ochtend. Hallo, goedemorgen. Mogen wij even binnenkomen? Kom maar. Neem jij jongens mee? Dan mogen jullie keihard op de ding gaan. Precies. Op de plek waar Tina Award staat. Nog harder. Nog harder. Harder. Zo, kijk uit. Papa, 1 keer. 1, 2. Kijk uit. 1, 2. Kijk, doe maar zo. Kom maar staan. Sla maar. Ja? Kijk, dat is ja, hoor. Eva, ik ga het 1 keer doen. Bij de laatste 4 van de categorie Tofste YouTube-held. Ah, dat is super leuk om te horen. Wat gaan jullie er nu voor doen om te winnen? We gaan natuurlijk onze lieve volgers vragen om te stemmen op ons. We hebben best wel een hoop lieve trouwkijkers, dus die gaan we zeker even oproepen om te vragen of ze op ons willen stemmen. Ja. Leuk. En als jullie de award winnen, wat gaan jullie ermee doen? Wat gaan we mee doen? Wat ga jij mee doen? Ja, wat gaan we mee doen? Een mooie plekje geven in huis, toch? En natuurlijk alle fans bedanken, want dankzij hun gebeurt dit. Maar waar gaan jullie hem neerzetten dan? Wij gaan binnenkort verhuizen, dus we hebben een heel mooi plekje. Oh. Ja. Oké, dat is al een hele goede reden om überhaupt de prijs te winnen. Vind ik ook. Ja, mooi vlekje in ons huis. Daar kan hij dan zeker terechtkomen. Dus, ja. Komt zeker wel goed. Ja, en succes met stofzuigen. Ja, dat mag jij doen. Mag ik ook, okay. Dat was een feestje bij familie Lacap. En dan gaan we nu door naar de volgende. Dan gaan we nu door naar de tweede finalist. Dit is een jongen. En ik moet toegeven, hij ziet er niet verkeerd uit. En daar heeft hij vorig jaar al een award voor gewonnen. En hij is nu weer in dezelfde categorie genomineerd. Namelijk knapste knappert. Weten jullie waar ik het over heb? Laat dat dan weten in de comments. En er gaat een autoalarm af op de achtergrond. Laten we snel doorlopen. En ik had het natuurlijk over Levi Jansen. En hij zit hier nu bij een hotel. Achterin een tuin. Ik heb geen idee hoe het er allemaal uit gaat zien. En ik vind het een beetje spannend. Ik hoop dat u niks doorheeft. Spannend. Sorry, ik word hier heel zenuwachtig van. Niemand kijkt hier ook raar op. Het gebeurt elke dag, joh. Oké, are you ready? In 3. In 2. Surprise! Hallo! Wij hebben een verrassing voor jou. We hebben een stok. Moet ik jou staan of dit? Nee, dank je. Oh, okay. Moet ik hem echt stuk maken? Je moet hem echt stuk maken. Oh, oké, die gaat. Ja! Oké, is hij open? Ja, er zit een briefje in. Er zit een briefje in. Ik ben benieuwd. Jij zit in de finale van de Tina Awards! Woe! Wow. Je zit bij de laatste 4 van de categorie knapste knappert. Alweer. Wauw, het zal wel heel tof zijn als ik 2 jaar op rij. Het zou bijna niet kunnen, maar het feit dat ik in ieder geval in de finale zit,
voor de tweede keer, dat is al heel wat. Dus daarvoor voel ik me heel erg vereerd. Waar heb je eigenlijk de award van vorig jaar gelaten? Nou, die staat nog steeds trouw op mijn kamer. Ja, en het lampje doet het ook nog. De award staat boven de kast. Ah, leuk, dus mooi. Ja, wie weet staat er straks een tweede naast. Dat zou wel goed zijn. Kan je misschien nu de mensen, de kijkers thuis, meteen overtuigen? In één zin. In één zin. En nu kijkt iedereen. Ik kan het heel zelfverzekerd gaan doen, maar dat gaat heel arrogant overkomen natuurlijk. Nee, maar je kan wel op mij stemmen voor de knapste knappert voor de Tina Awards van 2019. En ja, ik zou het heel leuk vinden als je dat doet. En ik hoop jou op Tina Dag te zien natuurlijk. We zijn nu bij de volgende locatie. We gaan een stelletje overvallen deze keer. Ik heb al mijn lieflijke ballonnen meegenomen. Dit stel is genomineerd als leukste setje. Eén van de twee is ook genomineerd als hipste modemeisje. En de ander is met zijn boyband genomineerd voor grootste talent. Wie denken jullie dat ik het over heb? Laat het weten in de comments. Ja, hallo. Wij hebben een verrassing voor jullie. Kom maar even opstaan. Ik heb hier een ballon voor jou. Oké. Een ballon voor jou. En ik heb twee stokken. Daarmee mogen jullie elkaar gaan slaan. Nee, grapje. Gelukkig hebben we dit. En jullie mogen dit ding kapot gaan slaan met z'n tweeën. Ja, goed, drie, twee. Hard slaan. Harder. Nog een keer. Yes! Boom! Jullie zitten in de finale van de Tina Awards! Jullie zijn samen genomineerd als leukste setje. Jij bent genomineerd ook als hipste modemeisje en jij samen met Force voor grootste talent. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, bedankt. Hadden jullie dit aanzien komen? Nee, eigenlijk niet. Nee, we zaten gewoon rustig. Gewoon even rustig te eten en toen in één keer kwam de hele hoeloop binnenstormen. Nou jongens, stem allemaal op ons, want ja, wij zijn gewoon super leuk. Leuk setje samen. En nee, promote ons allemaal en stem op ons. En wie weet winnen wij de prijs wel, toch? Doen! De YouTubester waar we nu naar onderweg zijn, die is afgelopen jaar flink gegroeid op YouTube en op Instagram. Ze heeft video's opgenomen met onder andere Gio en Space. En ze is genomineerd voor twee categorieën, hipste modemeisje en tofste YouTube-held. Weet jij wie dit is? Laat het weten in de comments. Degene die we nu gaan overvallen is dus Jade van het YouTube-kanaal Forever Jade. En ik ga het nu maar alvast fluisteren, want zij zit in de tuin. En het is de poort. Dus we gaan erheen lopen. Hallo! Wij hebben een verrassing voor jou. Oké, je krijgt van ons een hele leuke stok en je mag daarmee dit ding kapot gaan slaan. Ik ga niet meer. Ja, hij is wel open. Ja, deur. 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 Go! Yeah! Is het nu goed? Ja, nee, nog één keer. Nog één keer. 3, 2, 1. Wow! Jij zit in de finale van de Tina Awards! Oh my god, zo leuk! En niet voor één categorie, maar voor twee. Echt? Ja. Oh my god. Ja, voor hipste modemeisje en voor tofste YouTube-hel. Oh my god. Super bedankt in ieder geval iedereen die heeft gestemd. Welke wil je het liefst winnen? Ik denk dan wel hipste modemeisje. Maar dat is omdat ik natuurlijk best wel veel met fashion bezig ben. Yeah. En is het toch wel een soort van prijs dat je toch wel iets goed doet. toch wel iets goed doet. Het goed doet in, met fashion, denk ik. Ja. Waarom moet ze op jou stemmen? Oké, jullie moeten natuurlijk op mij stemmen, want ik weet het niet. Ja, nee, goed. Allemaal op jou, stemmen op mij. Op naar de volgende. En we zijn nu aangekomen bij de laatste finalist. En jullie vinden deze volgens mij wel heel leuk, want hij is drie keer genomineerd. De eerste categorie,
is knapste knappert. De andere grootste talent. En hij zit in een groep die genomineerd is voor tofste YouTube held. Zijn naam begint met een S. En die groepsnaam begint ook met een S. Over wie zou ik het hebben? Laat het weten in de comments. Wij gaan nu naar binnen. En dan gaan we dat mens, dat talent, verrassen. Surprise! Hallo Sam. Wil je er even bij komen? We hebben een verrassing voor je. Hallo. Goedemiddag. Beetje opvallend. Jij mag tegen de ding aan gaan slaan. Ja, bijna. Nee, je moet door. Yes, jij zit in de finale van de 10 Award. En niet in één categorie, maar in drie categorieën. Drie categorieën. Je bent genomineerd voor knapste knappert, voor grootste talent en met space voor tofste YouTube-held. Nou, dit ik weet even niet wat ik moet zeggen. Dat bevalt me een beetje. Super vet. Nice. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Wat ga je ervoor doen om iedereen over te halen dat je hebt gewonnen, dat je moet winnen? Voor alle drie de categorieën. Even vragen denk ik om iets geks te doen of zoiets op mijn story of Insta. Iets met YouTube, iets heel geks doen. Misschien gewoon ergens het water in springen of zo, ja, met kleding aan als je wint. Ga ik zeker doen. Dat vind ik een goeie. Waar komt de prijs dus aan? Als ik hem met Space win, denk ik hier op kantoor. En als ik er eentje voor mezelf vind, lekker in mijn kamer of boven mijn bed. Nou, ik hoop voor je dat je ze alle drie wint. Ik ook. Dankjewel. Gefeliciteerd. Zo, dat was de laatste. Het was een hele leuke dag. We hebben 5 finalisten overvallen met het goede nieuws dat ze in de finale zitten. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer finalisten. Wil je weten wie dat zijn? Ga dan naar tina.nl/awards. Want er zijn per categorie nog 4 finalisten. En wil je weten wie de prijzen in ontvangst mogen nemen? Dan moet je zeker naar Tina Festival komen. Want beide dagen zijn de Tina Awards. En mag ik ze uitreiken aan de winnaars. Nu ben ik wel heel erg benieuwd op wie jij gaat stemmen. Dus laat dat weten in de comments. Doe een duimpje omhoog als jij ook zoveel zin hebt in Tina Festival en de Tina Awards. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei doei!